Goedemorgen, live vanuit Barcelona, na de training. Even wat vragen stellen aan Pieter Grimelis. Pieter, gistermiddag vertrokken vanuit Eindhoven richting Barcelona. Laatste 16 van Champions League, Futsal Cup. Hoe is het tot nu toe verlopen, de reis? Nou, heel soepel. Alles was heel soepel. We zijn met z'n allen bij elkaar gekomen in Eindhoven Airport. En ja, de vlucht duurde maar 2 uurtjes, dus dat viel wel mee. En een kwartiertje van de luchthaven hier naar het hotel toe ook wel. En het hotel is supergoed. Eten moeten we nog maar afwachten. De rest is tot nu toe allemaal oké. Ik hoorde dat het vliegtuig al in handen was genomen door de CFE supporters en de staf en de selectie. Ja, dat klopt, want onze head of delegation, Danny Batlu, was jarig. Toen riepen ze in één keer om dat hij naar voren moest komen en heel het vliegtuig begon spontaan een liedje te zingen. Dus dat was wel leuk. Ja, dat is mooi, dat is mooi. Gisteren laat aangekomen in het hotel, daarna nog wat gegeten en naar bed, of hoe moet ik dat zien? Ja, we hebben wat gegeten. We geloven om 10 uur stond het diner klaar. En na het eten zijn we gewoon naar de kamers gegaan, een beetje spullen uitgepakt. Ja, het duurde toch wel even dat ik kan slapen, want ik was nog niet echt moe, dus ik heb nog even gechilled. En vanmorgen was het weer om 8:15 te ontbijt. Dus. Nou, nu net getraind hier. Vanavond de wedstrijd tegen de kampioen van Azerbeidzjan. Wat weten we van de tegenstander? Ja, ik weet dat, dat ze goed zijn, maar persoonlijk van de tegenstander, ja. Ik weet er niet veel van. Ik heb wat beelden gezien op internet, maar ik denk gewoon dat we het balletje moeten laten gaan en lekker voetballen. En dan zullen we wel zien wat het schip strandt. En genieten denk ik in dit stadion. Ik denk dat je dan niet slecht kan spelen. Nee, het is gewoon fantastisch om te trainen. Is het hier al leuk, laat staan om wedstrijden te spelen. Maar het ziet er gewoon echt fantastisch uit. In ieder geval veel succes vanavond en we zullen je deze week nog een keer spreken. De aanvoerder van de CFE, Pieter Grimelis. Bedankt. Dankjewel.